Hey, mensjes van het goede leven of mensjes van het niet goede leven, wat het ook maar is. Nou, ik heb natuurlijk gisteren een filmpje gemaakt en dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen. Ondanks dat ik natuurlijk gewoon zoiets had van ja, spannend en al dat soort hizzel. En ik ook moet wennen aan het feit dat ik naar mezelf kijk als ik aan het praten ben. Het is echt wel heel erg vreemd. Maar nadat ik het gisteren gepost had, kreeg ik opeens een hele vlaag inspiratie. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Want het ging natuurlijk over dat ik me gedemotiveerd voelde. En dat ik daar gewoon mijn gevoel over wou uiten met jullie, naar jullie toe. Ook om je te inspireren. En eigenlijk toen ik dat dus gepost had, dit filmpje, toen kwamen nog ineens allemaal nieuwe ideeën los. Dus kennelijk, doordat ik het eerste stapje zette van hey, laat ik mezelf nou eens op YouTube kwakken. Laat ik dat gewoon eens doen. Laat ik gewoon mezelf zijn en eens kijken. Daarna kwamen dus ideeën los om gewoon puur vanuit mijn eigen interesse om mensen te gaan interviewen. En dat op YouTube te zetten. En dan voornamelijk, want daar ligt mijn interesse, studenten en docenten te interviewen. Omdat ik natuurlijk zelf ook docent ben en ik ben ook studiecoach. Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet zo helemaal verteld. Maar daar kom je dan gaandeweg wel achter wat ik allemaal doe. En ja, ik zie dat iedereen wel anders omgaat met deze crisis. Anders omgaat met zijn werk, anders omgaat met het combineren van werk met kinderen. En zeker ook studenten zie ik gewoon aan de ene kant, sommige studenten die flowen hier wel op. Die vinden dit wel fijn, online werken. Maar er zijn ook studenten die dit heel erg freaking lastig vinden. Om gewoon gemotiveerd te blijven. Om in contact te blijven, noem maar op. Dat soort dingetjes. Dus ja, ik heb dus nu een leuk idee opgevat om gewoon mensen te gaan interviewen. En ik was er gewoon reet enthousiast van. En ik heb ook echt zoiets van, ik hou heel erg van interviewen. En ik heb er altijd heel erg van gehouden. Ik hou heel erg van vragen stellen aan mensen. Ik vind dat heel erg leuk. En ik ben gewoon ook nieuwsgierig naar mensen. Naar belevingswerelden van anderen. Naar ervaringen van anderen. Naar gedachtes van anderen, gevoelens, emoties. Eigenlijk alles wat er in een mens leeft, dat vind ik gewoon freaking interessant. En toen dacht ik gisteren ineens, jezus, waarom combineer ik dat niet gewoon? En creëer ik daarmee misschien ook wel een platform voor jullie om inspiratie op te doen? Maar bovenal gaat het me eigenlijk om dat ik het dan gewoon leuk vind om dit te doen. Ja, als ik heel eerlijk ben. Lijkt me dit gewoon heel leuk om te doen. En dat ik jullie er dan misschien mee inspireer. Of dat het een soort van de verbinding op gang brengt. Dat zou gewoon ja, een hele mooie bijkomstigheid zijn voor mij. Ja. Ik had trouwens gisteren ook dat ik merkte dat ik toch wel even ging kijken hoeveel views ik dan had. Toen dacht ik, oeh, dit is dus valkuil. Want toch, hè, zit er dan iets in mij en dan denk ik, oeh, misschien heb ik het toch niet goed gedaan. En nou, daar kon ik uiteindelijk wel soort van bij aanwezig blijven. Dat het bij me gebeurde. En toen werd ik vanochtend wakker. Toen had ik weer een beetje zo'n gevoel van, oh, wat heb ik nou gedaan? Ik heb mezelf op YouTube gezet. Mijn goede hemel, de aarde is ga kapot. De hel is losgebroken. En toen ging ik weer even zitten op de play. Op de wc, ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik heb op de wc vaak tijd. Dan word ik zelfs wel gedwongen om eventjes in zelfreflectie te gaan. Dat heb ik ook gedaan. En toen was het voor mij wel duidelijk, ja, lief schat, dat is logisch dat je even zo'n setback krijgt. Want het is ook spannend. En toen zei ik tegen mezelf, nou weet je, ik was gewoon heel blij van creëren en mezelf laten horen. En ik ga door. Dus ja, het is gewoon weer even een filmpje van mij vandaag.
Nou, wat ik dus wil gaan doen is, ik heb al een paar mensen gevonden die ik mag interviewen, studenten en docenten. En daar ga ik gewoon mee beginnen. Ik ga dat waarschijnlijk via Zoom doen. Ik ben nog wel even aan het uitvigileren hoe ik dat ga doen. En nou, dan ga ik dat delen hier op mijn YouTube-kanaal. Wat nog niet echt een kanaal is, maar gewoon een uitprobeersel van mezelf zijn en kijken wat er komt, zeg maar. Nou, ik denk dat het wel was. Kijken of er nog meer gezegd wil worden. Nee, ik wou dus voornamelijk even aankondigen dat ik dit ga doen. Verder voel ik me nu. Ik heb dan zin in de dag. En we waren net. Ik en mijn vriend Marijn waren net bij de architect. We gaan ons hele huis verbouwen. En daar voel ik me ook heel enthousiast over. Want we hebben best wel heel lang in een heel klein huisje gewoond. En daar blijven we ook wonen. Maar we gaan uitbreiden. Dus ik voel daar ook energie van. Jee. Ja. Dus daar waar ik gisteren nog een beetje zat, ben ik nu weer meer. Hey. En dat is dus de flow van het leven. Iedere dag is het weer anders, hè? Ja. Dan is het kut, dan is het fijn, dan is het fantastisch, dan is het weer kut, dan is het weer joehoe. En zo gaat het door, bij mij althans. Er zijn ook mensen die meer in een soort flatline leven, die altijd hetzelfde hebben. Nou, ik dus niet. Ik ben meer van dit. Maar ik heb in de loop der jaren geleerd hoe ik daarbij aanwezig kan blijven bij die enorme dalen en uppers die ik kan hebben. Dus ja, ik waardeer het ergens ook van mezelf. En accepteer het ook steeds meer. Nou, goed. Later volgt er dus meer van mij. En ik hoop snel mijn eerste interview uit te zenden op mijn YouTube-kanaal. En ik wens jullie allemaal een heerlijke, fijne of stomme dag toe. Wat je maar wil en wat er maar is. Want wat er is, is wat er is. En wat er is, is er. En als het er is, dan is het er. Dus dan kun je er niks aan veranderen. Behalve acceptatie in liefde. En een klein beetje humor af en toe. Dag. Laters.